Nou, ik heb even een korte blik geworpen op de korte baan van komende donderdag, Egmond. Ja, in eerste instantie zou je zeggen, ja, dit moet er dan een keer één gaan worden voor Contador. Maar ik zie toch een hoop paardjes op 2,70 staan waarvan ik denk van, dat zijn toch wel hele gevaarlijke outsiders. Ik zie Ruby Tuesday staan. Nou ja, een beetje vergelijkbaar met Player Simone van afgelopen zaterdag. Is heel snel, maakt foutjes. Obelix West krijgt gelijk met Diesel Scott. Nou ja, een pittige tegenstander om überhaupt de eerste omloop door te komen. Diesel vind ik een prima paardje. Kan gewoon een goede korte baan worden. Blue Diamond As, Wim van der Mespel. Altijd gevaarlijk met Wim van der Mespel natuurlijk op die korte afstand. De paarden van Caroline Albers zijn sowieso in vorm. Lord Spirit, One Night Stand. Evison, Misha Brouwer. Krijgt hij die wel nu goed weg? Nou, ik weet het niet. Ik ben erg nieuwsgierig. Dus al met al, ik zal straks nog wel wat typen. Maar ik vind het geen makkelijke korte baan om te voorspellen.